Afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers maakte minister Reshma Kuldeep-Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie bekend dat het ministerie middelen nodig heeft om het werk te kunnen doen. Wij voeren u terug naar het moment. Nou, ik denk, u hoeft me niet te zien, u hoort me wel. Maar heel belangrijk is dat ik op mijn standpunt sta. Ik moet resultaten bereiken. Ik ben heel erg resultaatgericht als minister. En we hebben een belofte gedaan aan het volk. Ik heb een eed afgelegd en ik weet waar ik voor sta. Dus ik moet de middelen hebben. Ik kan niet met lege handen op het veld gaan. Mijn mensen die op het veld zijn, het team van Economische Zaken, ECD, dat op het veld is, heeft ook de middelen nodig. We hebben brandstof nodig, we hebben auto's nodig. De mensen hebben voeding nodig, want ze zijn van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags, tot 10 uur 's avonds op het veld. Daarna moeten ze nog direct de berichten maken, want je kan niet een winkel 3 dagen lang gesloten hebben omdat jij je mediabericht nog niet hebt gemaakt. Dus ze zijn continu bezig en ik trek er zelf aan. ECD valt nu regelrecht onder de minister van Economische Zaken. Dus ik ben continu bezig met ECD. Het is dat ik de middelen nog niet vrij heb gekregen. Laat me dat duidelijk stellen. Het is met de kleine middelen dat ik 5 of 6 teams op straat kan hebben. En soms uit onze eigen repress, dan zeg ik aan mijn directeuren, vandaag gaat jouw auto op het veld, morgen gaat iemand anders zijn auto op het veld en jullie auto's worden niet getankt, het wordt uit onze eigen zak getankt, de middelen gaan naar ECD. De minister van FNV heeft 5 miljoen losgekregen voor de kustwacht, vandaar, hij moet ook iets aan illegale visserij doen om de vissing te voorkomen. Hoeveel geld haalt u vandaag op en krijgt u, als het aan u ligt, op uw rekening gestort? Nou, ik heb aan boetes, laat me zeggen, heb ik voor dit jaar. Ik weet niet hoeveel de afgelopen dagen binnen is gekomen, we moeten het nog. Maar ik heb 7 miljoen binnengebracht. Ik heb nu een raadsvoorstel, een autorisatie van 2,8 miljoen die ik nodig heb om de landelijke controledienst te doen. En ik heb de middelen nog niet binnen. Dus ik moet vandaag weten of ik de middelen van de week nog krijg. Ik moet mijn collega van Financiën heel lief aankijken straks. Lief? Ja. Minister, er is onlangs een traject ingegaan waarbij de omzetbelasting vernaamd wordt op de kassabon. Ja. Hoe roept u daarmee? Dat is het prijsaanduidingsbesluit. Niet alleen de belastingen, die moeten prijs hebben. We gaan niet meer met codes werken. Je moet het in de Nederlandse taal hebben of in de Engelse taal. Het moet een verstaanbare taal zijn. Het moet de datum moet er zijn en elk product met hun prijs moet er zijn. Het is geen enkele code of nummer dat we gaan handhaven, dat we willen hebben op de bonnen. Het moet verstaanbaar zijn. U heeft recht om te weten wat u heeft gekocht. En de BTW moet duidelijk aangegeven zijn voor welk product u hoeveel BTW betaalt. Het is niet alle producten en aan het eind BTW. Want dan weet u niet waarvoor u heeft betaald. Het is per product BTW. En daarop gaan we, we hebben trainingen verzorgd, we hebben alle ondernemers gesproken, alle ondernemerssectoren hebben we gesproken. Dus de handhaving gaat vanaf 1 november gaat het in. Dus als de controle als ECD ook op het veld is, zorgt u ervoor dat uw kassabonnen in orde zijn als ondernemer. Ja, ik heb de afgelopen periode wat verdrongen zoals bij gewoond. En ik zie dat wat collega-ministers en ook parlementariërs pronken met een search-project. U vindt dat niet erg? Nee, natuurlijk niet. Dat is 1 regering. We zijn 1 regering. Iedereen mag pronken met de resultaten van deze regering. Ik ben trots. Ik ben er trots op dat mijn collega's dat, als ik er niet ben, dat mijn collega's dat voor mij doen. Dat als ik er niet ben, dat de DNA-leden dat voor mij doen. Iedereen mag ermee pronken. Het is een trots van deze regering.